Hey, goeiedag, hier zijn we weer met de Coolwol. Deze keer heb ik naast me staan weer Linda, onze expert op kledinggebied. We hebben hier zo'n assortimentje aan helmen wat we gebruikt hebben voor het Dutch Motorcycle Festival. Daarmee mochten mensen onder andere gooien met dit assortimentje helmen. En nou, er zijn best wel wat schades uitgekomen. Ja. Lin, wat is nou normaal? Want alle helmen, behalve deze, maar er is ook niet veel mee gegooid. Maar eigenlijk alle viziertjes zijn eraf. Is dat normaal? Dat is normaal. Als een helm getest wordt, kijken ze ook wel naar hoe het viziertje zich houdt. Dus hij moet ook heel blijven. Ja. Maar dat een viziertje op een gegeven moment loskomt van de helm is vrij normaal. Omdat het toch allemaal geschroefd zit. En dan is het natuurlijk ook nog weer zo, heeft het viziertje dicht gezeten of open. Mm-hmm. Maar het is wel normaal dat het viziertje er eigenlijk wel van afkomt. Okay. Je ziet ook heel goed bij bijvoorbeeld een fiberglashelm, zoals deze, de Arai, de Shoei, de BMW, de Schubert. Daar zie je ook dat op de helm zelf gewoon best wel wat beschadigingen zichtbaar zijn in de schaal. Ja. En dat komt dan ook weer omdat het een hardere buitenschaal is. En daardoor zie je de schade ook gewoon veel makkelijker. Ja, maar ze zijn niet kapot. Maar dit is gewoon puur de verf en dergelijke wat eraf is. Ja. Maar het schaaltje zelf is nog gewoon volledig intact. Ja, het schaaltje verder is zelf prima. Alleen zie je wel dat de lak en dergelijke gewoon daar beschadigd is. Omdat het door de impact gewoon best wel een klap maakt. Die verf blijft dan niet meer zitten, dus dat gaat gewoon los. Ja. Wat je dan wel weer ziet, is dat je bijvoorbeeld bij deze helm en deze helm... Ja, die short. Daar zie je dus dat het kindgedeelte gewoon helemaal kapot is. Ja, deze is gewoon helemaal... maar dit is dus zo'n plastic helm, zeg maar. Ja. En die is dus echt aan de voorkant... Die is gewoon helemaal doormidden. Dat kost je tanden. Nou, dat zal op zich, als je vaker gaat vallen... vaker op dat punt terecht komt wel, maar... Ja, in wezen is het natuurlijk wel bedoeld om het gewoon tegen te houden. Ja. Deze is dan wel helemaal door. Ja. Ja, en daar zit een hele grote barst in aan de voorkant. Ja, hij zit nog wel vast, maar hij is wel... Nog, maar het is niet veel meer. Nee. Nou, verder zie je bij de Schubert bijvoorbeeld ook dat het kindgedeelte aan de, het zit nog vast. Alleen het viziermechanisme, dat is er dus helemaal af. Ja, ja, dat is ook wel de bedoeling. Okay. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat het viziertje erop blijft zitten en jij verder rolt. Waardoor je dan, als het viziertje dan toch open gaat, dus eigenlijk niet meer die ronding hebt. Mm-hmm. Waardoor je makkelijker door kan rollen. Dus ja, dat moet er wel van af dan. Okay. Je ziet ook bij spoilers, zoals bij die van de Arai, zeg maar, dat dat ook gewoon eraf is. Nou, dat hebben jullie de vorige keer gezien kunnen zien met de test die ze bij het Arai Service Center hebben gedaan. Ja. Ja, dan is het wel goed dat zoiets er dus van afgaat in plaats van erop blijft zitten. Ja, oké. Okay. Ja, dat heeft het goed gedaan. Ja. Ik zie ook bij heel veel helmen dat de binnenwerken verdwenen zijn of los liggen of iets dergelijks. Want deze, nou ja, goed, dat ligt helemaal los. Ja. Kan ook een beetje komen omdat ze natuurlijk geen hoofd in zat. Ja, oké. Okay. Dat was een beetje een tricky gevalletje dit. Ja. Omdat we er natuurlijk mee gegooid hebben. Klopt. Ik bedoel, bij deze zat het hoofd erin en daar zit alles er gewoon nog in. Dus in dat opzicht is het een beetje zo van, komt dat omdat het hoofd er niet in zat? Ja. Ik denk dat het er wel mee te maken heeft. Want als jouw hoofd erin zit, dan blijft het natuurlijk allemaal veel meer op zijn plek zitten. Ja, dat klopt. Maar goed, dan vind ik het nog wel... Blijf het geen prettig gevoel vinden dat het allemaal gewoon los komt te zitten. Je krijgt daardoor gewoon meer beweging, want de schaal bestaat natuurlijk uit meerdere delen. Je hebt het gedeelte wat om je hoofd heen zit en tegenwoordig heb je bij heel veel merken gewoon verwisselbare wangkussens. Ja. Ja, dat is toch een gedeelte wat los zit van het andere gedeelte van de schaal. Ja. Ja. Aan de andere kant, als je weet hoe je de helm dan weer af kan krijgen, dat zie je bij de Arai dan weer met het safety system, dat je dus... De helm weer makkelijker af kan trekken. Ja, daar is het dan wel weer voor bedoeld. Maar bij veel van deze helmen zat dat er natuurlijk niet in. Nee, dat zijn wat oudere helmen. Ja, en bij veel merken zie je dat er tegenwoordig wel in zitten. Mm-hmm. Dat je het gewoon makkelijker los kan trekken, zodat de hulpverlener gewoon makkelijker de helm los kan maken. Ja, oké. Okay. Dan hebben we eigenlijk, kunnen we het kort samenvatten... Of waar je nog wat meer... Nou ja, wat ik wel nog even kwijt wil is van de systeemhelm. Bij deze zie je dus dat alles gewoon nog echt helemaal vast zit. Ja.
Laat je goed informeren over de systeemhelmen. Want je hebt natuurlijk toch dat het mechanisme aan de zijkant toch wat kwetsbaarder is. Ja. Zolang die dan aan de onderkant in dat mechanisme maar blijft zitten, dan gaat het goed. Maar wees er wel bewust van dat het toch wat kwetsbaarder is. Ja, ja. Zo'n ding kan met een beetje slechte fabrikant kan zo'n ding natuurlijk openkomen. Ja, maar als jij echt één goede klap maakt op die zijkant waar dat mechanisme zit, ja, heb je natuurlijk wel kans dat het los kan laten. Ja, ja. En dat ja. wil niet zeggen dat het gebeurt. Dat zie je bij deze. Het blijft gewoon allemaal goed daar zitten. Het allemaal nog goed. Maar laat je daar goed over informeren. Ja, ja. Dus gewoon investeer in je veiligheid. Ja, absoluut. Koop een goede helm. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Met een goede pasvorm voor jouw hoofd. Ja. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Want ja. er zitten allemaal verschillende pasvormen in. Ja. En het is belangrijk dat je dus goed kijkt als jij een helm gaat passen, hoe de helm aangesloten zit op jouw hoofd. Ja. Nou, daar gaan we het de volgende keer over hebben. We gaan ook nog een filmpje maken dat we een helm die daadwerkelijk door iemand gedragen is tijdens een ongeval, gaan we door de midden zagen om te kijken van wat zit daar nu aan de binnenkant, wat is er nou met die helm gebeurd. Ja, en ook wel gaan... interessant om te zien. Dat is heel interessant, ja. Denk ik. En inderdaad, jij gaat nog een, of we gaan nog een filmpje maken dat je helemaal uit gaat leggen waar je op moet letten, ja, met pasvorm van de helm. Van ja. de helm. Want dat is ook wel van vitaal belang. Ja. Dus een goed merk helm, althans een goede veilige helm. Ja. Dat vooropgesteld. En goede pasvorm, ja. dat kan van levensbelang zijn. Letterlijk. Zeker weten. Letterlijk. Ja, echt waar. Oké. Okay. Nou, dan zijn we er voor deze keer weer uit. Hou ons dus in de gaten, want hier komen nog twee vervolgen op. Dus die wil je eigenlijk niet gaan missen. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of like onze Facebookpagina.